de televisieserie Floris uit 1969 van regisseur Paul Verhoeven zijn destijds 11 verhalen op tv geweest. Scenario-schrijver Gerard Soeterman schreef er 13. Het verschil zit hem in het feit dat de NTS besloot de geldkraan dicht te draaien en 2 afleveringen niet af te ronden. Omdat opnames op locatie werden gemaakt, met name in het Openluchtmuseum in Arnhem, werden de scènes opgenomen die daar moesten plaatsvinden. Dus ook van afleveringen die later bleken niet door te gaan. Zo zijn er van aflevering 7, De Stille Stroper, en aflevering 13, Het Gericht, opnames gemaakt in, wat ik zei, Arnhem, het Openluchtmuseum, en in Brugge. Van aflevering 13, Het Gericht, was zoveel materiaal bewaard gebleven dat het de moeite waard was om daar een soort reconstructie van te maken. Van aflevering 7, De Stille Stroper, gaat het slechts om 3 scènes, waarvan 1 zelfs maar bestaat uit 2 of 3 shots, die eigenlijk ook geen bekende acteurs bevatten, waardoor het eigenlijk daar nooit iets mee gedaan is. De losse shots heb ik binnengekregen bij D-Film en hebben naar gekeken om daar een geheel van te maken, om die te monteren. In tegenstelling tot wat ik gewend ben, zijn de bestanden binnengekomen in 2 delen. Het geluid, in dit geval een WAF-bestand van ruim 21 minuten. En een beeldbestand van ruim 27 minuten. Omdat de lengtes zo uiteenlopen van deze 2 bestanden, was het noodzakelijk om ze in ieder geval in première eerst even te synchroniseren. Dit is het beeld. Spoor. En zoals je ziet is het geluidloos. Er zitten hier geen golfjes en die moeten eigenlijk het geluid aangeven. Dus het was noodzakelijk om het geluidspoor, wat er apart bijgeleverd is, daar ook onder te zetten. Dat heb ik natuurlijk gedaan. En dan blijkt dat het, zo ziet het geluidspoor eruit, dat het dus niet synchroon loopt. Ik zal even een voorbeeld laten zien. Ik heb hier het beeld en ja, zoals je hoort, hier moet geluid bij. Toe vader, leg dat nou even opzij, dan kunnen we eten. Nog even, Katrijn. Straks komt je hand thuis met het geld. Ja, en dan wil ik alles klaar hebben, dan kan hij meteen bij de balju de pacht gaan betalen. Dat lijkt me verder duidelijk dat dit niet bij elkaar past. En toen moest ik gaan zoeken naar waar hoort het wel bij. Elke scène had het voordeel dat elke scène een klapbord heeft van tevoren, zoals deze. En het geluid noemt ook het nummer, aflevering 7, scène 39, 13 en de tweede opname. En op die manier was het mogelijk om elk beeld en elk geluid met elkaar te koppelen. Ik heb hier even een voorbeeld klaargezet. Dit is het shot van 2 mensen die een deur inlopen. En het begint met duidelijk een kleppenbord. Scène 39, nummer 13. 4e take. Nou, wat ik dan doe, dat was ook de bedoeling, dat het precies op de klap, paf, dat is het punt waar... Wat duidelijk hoorbaar is, en dit is het geluidspoor, dat hoor je nu. 7, 39, 13, 4e maal. Paf. Dus dat zoom even een klein stukje in. Kijk, dit is de tak die we moeten hebben. En hier is het beeld nogmaals. Dat gaat even per stuk zo. Ja. Dat, kijk, ze hebben het destijds ook al rood gekleurd als, om het aan te geven. Dat is het lijntje waar het gelijk mee moet staan. Dus ik schuif nu het geluid daaronder. Ik weet nog dat dit stukje de klapper is. Dus dat gaat ongeveer zo. Beeld en geluid zijn nu in principe synchroon. Hè? Dus de klapper is
getimed met het geluid. 7:39:13, vierde maal. Paf. Nou, komt al beter over, voetstappen. Wat is er met die man gebeurd? De toren van het kerkje dat hij gebouwd had, is ingestort. Toen is hij van schrik zijn stem verloren. Hij had een verkeerde berekening gemaakt. De balju heeft hem toen de stad uitgejaagd. Nou, nu is het een kwestie van alle 50 shots het geluid eronder onderschuiven op de goede plek en aan de montage te beginnen. Het was dus allemaal iets bewerkelijker dan ik had verwacht, maar uiteindelijk is het natuurlijk toch gewoon te doen. Alle shots achter elkaar gezet tot een ruwe volgorde met klappenbord en heel leuk vaak de stem van Paul Verhoeven die nog enige aanwijzingen geeft. Die gaan we nu even bekijken, want van daaruit moest dan weer de precieze montage gemaakt worden. Camera loopt. 7:91, eerste maal. Ingang klaar. Actie. Toe, vader, leg dat nou even opzij, dan kunnen we eten. Nog even, Katrijn. Straks komt je hand thuis met het geld. En dan wil ik alles klaar hebben. Dan kan hij meteen bij de balju de pacht gaan betalen. Ja, jasses! 7:92, derde maal. Eén zal ik klaar. Ah, jasses! Was er nogal weer geschift. Het komt door het weer. Haal het bier maar. Zeven, drieëntwintig, één, vierde maal. Actie! Jan! Blijf hier! Jan! 7:23, 1D, eerste maal. Actie. 7:23, 6, eerste maal. Instelling klaar. Actie. Camera 23, 1, eerste maal. Rotzooi. 7:23, 1, 2. De duivel is het. De duivel. 23, 2, A, take 3. Een doodgewone kraai was het. En waarom doen jullie niets? Jan is buiten. Tegen zulke dingen vermag je niet. Natuurlijk wel. Zeven, negenendertig, 1, tweede maal. Pak je. 7:39, 2, tweede maal. Eén zal ik blijven. Wachten, wachten.
Gisteravond op Jehan en nu op die jonge ritter. Op wie wachten we morgen? Of volgend jaar? 7:39, drie eerste maal. Eens al niet waar. 18. Die arme kerel. De duivel heeft hem gehaald. Wie weet hoe dit allemaal nog afloopt. We zouden misschien best nog eens naar de balieu kunnen gaan. Naar de balieu? Laat me niet lachen. Die durft nog niet eens te zoeken. 39:08, tweede maal. Eens dat ik klaar. 18. Ah, ah, oh, God, Heer Jezus, de duivel. 7:39:09, tweede maal. Eens dat ik klaar. Weg uit mijn huis, Satan! Ga uit! Ga uit! Stil, vrouw. Ik ken die man. 7:39:10, eerste maal. Hier zal ik waar. Die man is stom. Man. Ik ken jou toch? Ja, ik ken je. Stop. 7:39:10a, tweede maal. Ogenblik, ogenblik. Doorlopen. Ja, trek me even terug. Ga maar staan. Ja. Klaar? Ja, ga maar staan. Oké, okay, op mijn actieteken. Actie. Hij is stom. 7:39:11, take 3. Heeft ze, heeft ze. Inzal klaar. Actie. Ik ken jou toch? Het oude kerkje. Jij bent de bouwmeester. Harm Kuipers, de bouwmeester. Hij is Harm Kuipers, de bouwmeester. Eens aan de klaar. Ik ken jou toch? Het oude kerkje. Maar jij bent de bouwmeester. Harm Kuipers, de bouwmeester. Hij is de bouwmeester. Harm Kuipers. 7:39:11a, eerste maal. Ga even praten. Ja, ga meteen wachten. Even blijven staan, even naar hem kijken, nog ja? Actie. Eens dan klaar. Dat is Harm Kuipers, de bouwmeester. Man, dat is een tijd geleden. Kom, ga zitten. Ik zal je eens wat inschenken. Zeven, 39, 13, vierde maal. Wat is er met die man gebeurd? De toren van het kerkje dat hij gebouwd had, is ingestort. Toen is hij van schrik zijn stem verloren. Hij had een verkeerde berekening gemaakt. De balieu heeft hem toen de stad uitgejaagd. 7:39:14, tweede maal. Hier zal ik klaar. Actie. Zeven, 39:15, eerste maal. Hier zal ik klaar. Actie.
Proost, hè? En wou jij ons iets vertellen? Zeven, 39, 17, eerste maal. Instelling klaar. Aan de hand van deze ruwe montage kun je al zien dat er natuurlijk heel duidelijk een verhaal in zit. Een sequentie van een groter geheel natuurlijk, waarvan alleen maar de duidelijkheid helder wordt als je het scenario van Gerard Soeterman erbij houdt. Dat is in dit tijdsbestek niet van belang, omdat er heel veel nog extra aan het verhaal toegevoegd zou moeten worden, om het enigszins duidelijk te maken. Maar goed, de ruwe montage Excel maakt het al iets duidelijk, maar het wordt natuurlijk pas echt als de fijnmontage is gedaan. En daar gaan we nu naar kijken tot slot. Dank voor het kijken, mijn naam is Piet Dirks van D-Film en veel plezier met deze teruggevonden scènes uit De Stille Stroper, aflevering 7 van Floris. Toe, vader, leg dat nou even opzij, dan kunnen we eten. Nog even, Katrijn. Straks komt je hand thuis met het geld. En dan wil ik alles klaar hebben. Dan kan hij meteen bij de badje de pacht gaan betalen. Ah, jasses! Dat is hem nogal weer geschift. Het komt door het weer. Haal het bier maar. De duivel is het. Voor de duivel. Een doodgewone kraai was het. En waarom doen jullie niets? Je haan is buiten. Tegen zulke dingen vermag je niet. Natuurlijk wel. Jij nog wat aan geniet? Wachten, wachten. Gisteravond op Jehan en nu op die jonge ritter. Op wie wachten we morgen? Of volgend jaar?
Die arme kerel. De duivel heeft hem gehaald. Wie weet hoe dit allemaal nog afloopt. We zouden misschien best nog eens naar de balieu kunnen gaan. Naar de balieu? Laat me niet lachen. Die durft nog niet eens te zoeken. Ah! Oh, God, Heere Jezus, de duivel. Weg uit mijn huis, Satan. Ga uit. Ga uit. Stil, vrouw. Ik ken die man. Die man is stom. Man, ik ken jou toch? Het oude kerkje. Jij bent de bouwmeester. Harm Kuipers, de bouwmeester. Hij is de bouwmeester. Harm Kuipers. De bouwmeester. Man, man. Dat is een tijd geleden. Kom, kom, ga zitten. Ik zal je eens wat inschenken. Met die man gebeurd? De toren van het kerkje dat hij gebouwd had, is ingestort. Toen is hij van schrik zijn stem verloren. Hij had een verkeerde berekening gemaakt. De balieu heeft hem toen de stad uitgejaagd. Proost aan. En wou jij ons iets vertellen? Oh.